de nationale ramificaties van, laten we zeggen, een meer militair optreden, het ook, laten we zeggen, in logistieke zin buitengewoon complex zal maken om dat te doen. Maar ik vraag ook, zonder daar nu verder in detail op in te gaan, echt uw aandacht voor de internationale ramificaties van zo'n type optreden in dit gebied, door separatisten beheerst, grenzend aan Rusland. Dit is een brandhaard. Dus nog los van de vraag of het wat militair wel of niet zou kunnen, gezien de enorme logistieke ingewikkeldheid die uiteraard inmiddels is ontstaan omdat lichamen daar ook weg zijn gehaald, is het niet een zaak die we ook zonder die internationale context kunnen bezien.